Yo mis, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live compleet hier op mijn kanaal Jaraski Gaming. Vandaag spelen wij Nuketown, 6 tegen 6 potje. En het is domination, dus we moeten natuurlijk vlaggetjes pakken. We moeten natuurlijk een beetje voor de objective spelen. En we moeten tegelijkertijd natuurlijk ook een mooie score proberen. Ik hoop dat het gaat lukken, neer te zetten. Dus vind je het leuk om naar te kijken, mensen? Ram natuurlijk zo'n kaart op like. Om mijn teammate zit op de B-vlag. Ik kom je helpen, vriend. Ik kom je helpen. Wat zij hebben gedaan voor de mensen die het niet weten. Ik zal het even heel snel proberen uit te leggen. Is zij hebben Nuketown nu natuurlijk gratis gemaakt voor iedereen die Black Ops 3 speelt. Alleen het probleem... Tussen haakjes, het probleem... Ik had 2 assists, thanks man. Het probleem is een beetje dat jij, als je nu gewoon domination speelt... Of als je nu gewoon domination, team deathmatch, kill confirm, free for all... En ga zo maar door dat je ook gewoon Nuketown tussen de rotaties doorkrijgt. En dat vind ik echt persoonlijk niet chill. Want Nuketown vind ik, het is een leuke map. Het is een grappige map om te spelen. Alleen, ik wil hem niet altijd krijgen. En ze hebben nu gratis gemaakt voor iedereen. Dus iedereen kan gewoon Nuketown spelen. Alleen, je krijgt dus nu ook in elke game mode dat je moet spelen, om maar zo te noemen. En dat vind ik echt gewoon aan de jammere kant. Sommige mensen vinden Nuketown heel chill. Andere mensen vinden Nuketown wat minder. En ik vind hem... Weet je, de ene keer vind ik hem... Wauw. De ene keer vind ik hem super chill. En de andere keer vind ik hem echt gewoon scheid irritant. Dus... laat even weten wat jullie daarvan vinden, man. Want ik ben best wel heel erg benieuwd namelijk of jullie chill vinden dat je hem nu... In elke game mode krijgt. Of dat jullie het niet chill vinden dat je hem in elke game mode krijgt. Want daar ben ik wel echt rete benieuwd naar. Maar wij gaan gewoon proberen natuurlijk om eventjes onze score te improven. We gaan gewoon even kijken of we een mooie pot kunnen neerzetten. Ik gebruik de UAV. De enige echte leidingstrijk. En de enige echte sendgun zoals je ook kan zien. En ik ga proberen te halen. We gaan proberen een mooie score neer te zetten. En we gaan natuurlijk proberen om ook nog eens dit potje te winnen. Want daar draait het uiteindelijk altijd om in domination. Dus als het allemaal lukt vind ik het goed. Waarschijnlijk niet. Maar we gaan ons best doen. Dan gaat het om, hè. Dan gaat het om. Als je best doet en je verliest terwijl je je best hebt gedaan. Hé, dan is alles. Alles is dan goed gewoon. Alles is dan oké. Alles is dan goed. Maar het liefste doe ik natuurlijk wel alles tegelijkertijd. Ah, kut man. Kut. Er zitten heel veel jaren in, by the way. Dus als je in mijn lobby zit, hallo jongens. Goeden taak, mijn vrienden. Heel vet, by the way, jongen. Al die jaren Clantex. Blijft altijd awesome te zien. Dus dank jullie wel als jullie me aan hebben staan. Sommige lobby's waar ik in kom, jongens, zitten echt gewoon, echt. Gewoon, er zitten 12 man in en gewoon 10 mensen hebben jaren kleding. Hoe fucking awesome is dat? Dus dank jullie wel daarvoor. Dat is insane. Heb ik hem zelf eigenlijk aanstaan, of niet? Ik weet niet eens of ik hem zelf aanstaan. Heb ik hem? Ja, ik heb hem ook aanstaan, gelukkig. Ik dacht even, soms heb ik mijn eigen kleding niet aan, maar ik heb hem wel... What the fuck doe jij? Er zit er nog één zelfs. Wat even, ze komen hier naartoe. Nee, gaan jullie naar B of gaan jullie hier naartoe? Nee, ze zitten allemaal op B nu. Of we zitten maar één op B, dat kan ook. Ik dacht dat er meer op zaten. Ze gaan nu naar A toe in ieder geval. Kijk uit hoor jongens, hij zit hier boven namelijk. Nee, hij zit nu beneden, Deze vent is met me aan het fucken, jongen. Dankjewel, teammate. Die vent was alle kanten op aan het lopen, jongen. Wat een gekke wous. Dankjewel, teammate. Goede kill, jongen. Kut! De spawns die flippen een beetje de rare kant opnieuw. Ze spannen net bij A. Ze spannen in het midden van de map. En nu zitten ze gewoon weer rustig op hun eigen vlag. Natuurlijk de C-vlag. Dus nu is alles weer onder controle. Oh, die Reaper. Ah, teammate, blok me. Ik zie niks meer. Ah, dat lichaam lag in de weg. Wat een stront, jongen. Nice J-Steen. Die J-Steen gaat hard, jongen. Ik moet echt vaak Nuketown spelen. Wil ik hier ook altijd lekker in gaan. Ik speel hem te weinig. Meestal lief ik hem namelijk als ik hem krijg. Sst, niet doorvertellen. Ik sta nu 25 op 12. Ja, ik ga te vaak dood, man. Maar er komt... Ik wil de kaart op afrennen, weet je wel. Maar als je Nuketown de kaart op afrent, dan ga je gewoon dood. Je kan er ook niks aan doen. Omdat die map zo onwijs klein is. Als je er te hard in rent, dat je gewoon... Ja, zo goed als dood gaat. Oh, wat een kutzooi. Ja, shit man. Al die killsteals. Zullen we gewoon C pakken dan maar? Ja, de ronde zit er toch op. Zijn we nog op tijd? Woehoe, we zijn nog op tijd. Boom, ronde afgelopen. 25-12 sta ik. Jason staat 30-11. Die gaat lekker. Die heeft zijn scorestreaks. Alleen, het probleem vind ik in Nuketown is dat je echt de hele tijd hard op afrennen. Wat ik nu doe. Dat je gewoon, ja, deze scores haalt. Als je echt kaart op af blijft rennen in je eentje. Dan ga je gewoon ook vaker dood. En dat is dus nu ook precies hetgene wat er gebeurt. Ik heb nu 12 deaths. Maar dat komt gewoon omdat ik er iets te snel op afren. Ik ga nu proberen. Moet je onthouden. 25-12 is mijn score in de eerste ronde. Ik ga nu proberen om iets rustiger te spelen. Dus ik blijf iets meer hangen in het midden van de map. Kijken of ik dan beter ga. Dat is gewoon even, we gaan het gewoon even uittesten, joh.
We zijn er nu toch, dan kunnen we net zo goed even uittesten. Oké, nu blijf ik wat meer hangen, ja? Ik loop al ingezoomd, dat is sowieso één ding. Wat altijd handig is om te doen. Oké, lekkere kill was dat, heerlijk. Kan je hier opstaan? Nee, oké. Nee, dat kan niet, oké. Oh, ik heb wel mijn sentry gun, ik heb eigenlijk alles. Ik heb mijn lightning, oh, teammate gooit mijn lightning al. Mag ik hem gooien? Thank you. Gooi ik mijn lightning. En dan kan ik mijn sentry gun ook neerzetten. Ja, kut, ik ben dood. Vieze camper daar al, jongen. Oké, we blijven nu iets meer hangen. Ik moet er niet dan te hard op af gaan rennen, want... Oh, lucky bastard daar. Geef zo. Doei. Oh, kutjes. Ik weet van mezelf, ik ging er nu weer op af. Dan ga je weer dood. Ik had die kill wel bijna opgepakt, hoor. Maar ja, bijna. Dat is helaas... Nog niet helemaal. Sandigan, sta je überhaupt wel goed? Nou, dank je, heb een kill. Ik kan net zeggen. Sandigan kan beter iets verder naar voren, maar ja. En jij staat nu daar al, ik laat hem lekker staan ook. Oké, eerst weer blijven hangen in het midden van de map, Jan. Kijk, dan pak ik dat soort kills op. En dat zijn de chille kills. Dat zijn de makkelijke kills, om het maar zo te noemen. Oké, daar moest ik even weglopen, want anders ging het daar niet goed. Sandigan even verplaatst, kan hij meer kills op pakken. Er eentje achter de blue car. Die heb ik. Ik even mijn lijn in gooien. En ik speel nu iets rustiger zoals je gezien. Ik ben al niet bij de A-vlag gekomen. Omdat ik gewoon iets. Oh, motherfucker. Motherfucking kut camper. Dan heb je daar wel weer last van. Dat is wel het jammere. Maar ik speel nu gewoon iets langzamer. En je ziet dat ik iets minder deads oppak. Lekker sentry gun. Lekker voor die kut camper. Ik ga er nu wel weer op afrennen. Want ik loop nu gewoon mijn teammates achterna. Maar je ziet gewoon dat als je in Nuketown iets rustiger speelt, dat je gewoon meteen vele, vele, vele malen beter gaat. Ik ben ook dood. Kut, jongens, ze spannen daar nog. Dat komt door mijn sentry guns dat ze niet het span zijn geflipt. Lekker sentry! Hey, doe dat eens even niet, joh. Dat is mijn sentry gun, man. Blijf er eens even af. Ik ga toch weer inrennen, hè. Dom, jongen. Ik moet het eigenlijk gewoon niet doen, maar ja. Ik ben soms niet de slimste. Ah, goede kill, jongen. Hij hoorde me. Goed gedaan. Hij zag me sowieso staan. Hij bleef gewoon even goed opwachten. Dat is een goede kill van hem daar. Kut camper. De ballen, jongen. Ah, kutjes. Ik wist niet waar ik naartoe moest, man. Er stonden er zoveel voor me. We gaan nu wel beter deze tweede ronde. 60-19 staan... Oh, kut. Ja, dat is omdat ik op het scorebord kijk, thanks. 60-20 staan we op dit moment. Dat is niet zo handig. Nooit op het scorebord kijken als je midden in de map staat, jongens. Helemaal niet op de map nuke, dan moet je eigenlijk op het scorebord kijken, want dat gaat altijd fout. Kutzooi namelijk. Ze beginnen wel wat harder die camper, die enemies. Ze komen niet meer die A-span uit. Dat komt ook door mijn sender gun plaatsing natuurlijk, maar ze zijn gewoon iets harder gaan campen op dit moment. Dus ja, dan ga ik ook automatisch rustig spelen. En soms ga je zo snel dood, jongen, in deze game. Mijn sender gun is nu ook kapot, maar ze komen die span niet meer uit. Ze durven denk ik niet meer. Dan hebben ze bang gemaakt. Assist. Oh, heerlijke span, jongen. Dat was geen spray hoor, dat was god, gericht schieten. Gaan de spans flippen? Ze zitten nu aan te pakken met het team, maar... Dat is de vraag, waar gaan de enemies naartoe? Ah, daar dus, kutjes. Nu zitten ze in onze span. Boven in onze span. God, non de kutje. Shit, man. Heb je die vent nou dood of niet? Of leeft hij nog steeds? Hij leeft nog steeds, hè? Ja hoor, hij leeft nog steeds. Sukkel. Als er iemand in je eigen span loopt, dan moet je hem wel killen, ouwe. Ah, die ghost. Black monkey. Lekker teammate. Kijk, nu rennen ze er weer kaart uit. Die enemies zijn nu aan het terugkomen. Ja, ze kunnen potje sowieso niet meer winnen. Dat is wel jammer voor ze. Maar ze hebben het wel nog geprobeerd. Dat vind ik ook cool. Maar helemaal aan het einde van het potje nog proberen even die comeback te maken. Maar helaas voor hun gaat het nu niet lukken, want wij hebben gewonnen. GG, jongens. 71 kills heb ik opgepakt. En ja, ik ging niet zo vaak dood, maar ik heb 27 deaths, weet je. En dat vind ik het jammer aan Nuketown. Je gaat gewoon, als je solo speelt, als je in een party speelt, is het totaal anders. Want dan kan je samenwerken, dan kan je haters inroepen en dan kan iemand even campen voor een bepaalde scorestreak, et cetera, et cetera.
Maar als je solo speelt, dan ga je gewoon best wel vaak dood. Want iedereen in deze lobby die heeft enemies 42, 47, 43, 35, 43. Teammates 22, 21, 35, 27, 28, 27 deaths. Dus je gaat gewoon vaak dood in Nuketown. Omdat je ten eerste wil je de kaart op afrennen. Of je bent de kaart in de camp. Dan is het een ander verhaal. En omdat ik er zo hard op afren, omdat die spans niet heel erg te vertrouwen zijn, zeg maar. Ga je gewoon best wel vaak dood. 71-27 is een mooie score. Maar ik vind persoonlijk dat ik gewoon te vaak ben doodgaan. Als ik minder was doodgaan, had ik vaak mijn score streaks. Had ik daar meer kills mee kunnen oppakken. Had ik sowieso een betere score gehad. Had ik meer kills en minder deaths gehad. Dus in Nuketown is het altijd een beetje raar van, hoe moet je dat nou doen, weet je? Moet je iets langzamer gaan spelen? Moet je iets sneller gaan spelen? Moet je juist half gaan campen? Maar dat is ook weer niet leuk. En het is een beetje een rare map. En de ene keer ga je supergoed. De andere keer ga je super slecht. En soms haal je gewoon een normaal pakje zoals deze. En ja, ik vind het in ieder geval jammer dat ze deze map in de rotaties hebben toegevoegd. Ze moeten eigenlijk gewoon een aparte game maken. Nuketown only. Boom. En niet Nuketown ook nog eens in Team Deathmatch Domination, free-for-all, alles proppen. Want dat is te veel. En die map is zo klein, het is een bonusmap, dus die hoort eigenlijk niet overal thuis, vind ik. Maar dat maakt verder niet uit. Dat is mijn mening. Misschien denken jullie er anders over, daar heb ik geen flauw idee van. Dus mochten jullie hebben genoten, jongens, ram natuurlijk zo'n kijk op like op. Laat even jouw mening over Nuketown achter in de comments, want ik ben heel erg benieuwd namelijk. En dan zeg ik thanks for watching en hopelijk ook weer tot de volgende keer, mensen. That's how we do it. Yeah. Bye bye.